Omroep Land van Kuik. Meneer Helena, daar zitten we dan. Uw laatste dag hier op uw eigen kantoor in Land van Kuik, het oude gemeentehuis van Kuik. Nou, bij het begin. U bent geboren in 16 juli 1968. Ja, afgestudeerd in 1991. 4 jaar bij de landbouw gewerkt en daarna werkzaam in advocatuur. En 4 jaar verschillende functies binnen de gemeentes. In 2011 hier in de gemeente Kuik gekomen. Ja. Maar de landmacht was militaire dienst hoor, dus dat was wat korter. Dat was korter, oké. Hey, maar kunt u eens vertellen wat voor puber u was en waarom eigenlijk gekozen heeft voor de studie rechten? Wat voor een puber ik was? Dat is een interessante vraag. Ik kom uit een gezin van 5 jongens. Ik had 4 oudere broers. Dus dat was een drukte van je welste thuis. Met voetbal in de tuin en kapotte regenpijpen en dat soort werk. Dus mijn moeder heeft het zwaar gehad, denk ik. Maar ik denk dat ik als jongste, eigenlijk was ik niet zo'n geweldig ingewikkelde puber. Ik denk dat ik best wel makkelijk was eigenlijk. Maar dat heeft ook wel alles te maken met dat alle strijden gestreden waren door de broers boven je. Hè? Zo'n groot gezin waren mijn ouders natuurlijk. Ik geloof dat mijn vader zijn eerste hartinfarct al heeft gehad toen ik 14 was. Dus ja, dan hou je ook rekening met je ouders. Dus volgens mij was ik eigenlijk een hele makkelijke puber. Dat is niet leuk voor de uitzending, maar dat is wel het eerlijke antwoord. Nee, maar goed. Maar en waarom heeft u dan voor de studierechten gekozen dan? Studierechten, ja. Dat is wel een studie waarvan vaak gezegd wordt, als je het echt niet weet, dan ga je rechten doen. Bij mij was dat een hele bewuste en gemotiveerde keuze. Ik vond dat fascinerend. Dat gaat over de ordening van onze samenleving. Ik heb dat natuurlijk ook wel een beetje meegekregen van thuis, van mijn vader die burgemeester was. En dacht, ja, dat vind ik mooi. Er waren ook al 2 broers mij voorgegaan. Dus ik had dat zit echt heel erg in de familie. Dus er zijn 2 broers die toen al rechten gedaan hadden. Dus met z'n 3 hebben we die studie gedaan. Nou, over het pubers gesproken, we hebben natuurlijk 3 kinderen. Janneke van 26, 2 zonen, 24 en nu 20. Hoe waren die in de puberteit? Hoe denk je van, nou, ze hebben het meer van genoten als ik? Of zegt u van, anders? Ik heb er wel van genoten hoor, maar dat kan ook zonder lastig te zijn. En eigenlijk denk ik dat wij met onze kinderen, ja, we hebben volgens mij de stelling gehad wat de gemiddelde ouder te stellen heeft. Niet meer dan dat en ook niet heel veel minder dan dat. Maar het zijn 3 schatten van kinderen die het ook hartstikke goed doen en nu de puberleeftijd inmiddels al ruimschoots gepasseerd zijn. En hoe was het dan dat uw middelste zoon Willem zeg maar ook rechten ging studeren? Was dat gewoon van, blijft toch een beetje de familie, want uw vrouw heeft ook rechten gestudeerd? Ja, ja, ja. Nou ja, dat is misschien voor hem wel lastig, want dat is de studie die we wel begrijpen. Die andere 2 die doen wat met wiskunde, dat vinden we allebei wel wat ingewikkelder om te volgen. Maar dat is leuk. Eigenlijk geldt voor alle 3 dat ze heel erg maatschappelijk betrokken zijn. Dus dat kan ook op andere manieren dan door rechten te studeren. Maar dit vonden we allebei leuk, ja. Maar goed, je kwam in 2011 thuis van, ja, ik word burgemeester. Hoe is dat ontvangen? Want ja, hun opa was ook burgemeester, uw vader was burgemeester. Ja. Van het balletje is eigenlijk dan rond, zeg maar. Ja, nou waren zij niet zo met opa bezig, zal ik maar zeggen, die toen ook al niet meer leefde, is in 2005 overleden. Okay. Zij wisten dat ik gesolliciteerd had, dus het was niet een totale verrassing. En zoals dat dan bij kinderen, want toen waren het inderdaad nog kinderen werkt, dan als je vader ergens aan meedoet, dan is winnen leuk. Dus ze waren heel blij voor me. En bij een van hen, dat was bij Willem, die belde ook meteen uit enthousiasme zijn vriendje. En toen zag je het kwartje vallen. Die vreugde had dus ook een hele verdrietige kant. Want het eerste wat dat vriendje vroeg was, en moet je nou verhuizen? En toen zag je bij hem van, oh ja, dit is niet alleen maar leuk. En dat is ook best ingrijpend. Dus als je als 12-jarige jongen en als 14-jarig meisje moet gaan verhuizen, vriendjes en vriendinnetjes achterlaten, dat was trouwens ook voor mijn vrouw, dat was best een ingrijpend iets. Dus niet alleen heeft
pa een andere baan. En het hele gezin verandert van... Ja, verandert mee. Nou goed, je kwam dus in, op, weet het, in 2011 kwam, werd u aangesteld. Nou, u ging Paul Meng volgen op. Je was waarnemend burgemeester voor Mirjam, dat de Schoots 10 jaar burgemeester daarvoor was en met vervroegd pensioen ging. Heeft u tips en tricks van hem gekeken of bent u gewoon echt zo blanco erin gedoken? Nou, volgens mij moet ook iedereen er een beetje blanco in, want dat is ook eigenlijk wat je nieuw gaat toevoegen. Hè? Je bent jezelf, maar de nieuwe burgemeester neemt een nieuwe frisse blik mee. Ik heb van hen beiden veel steun ervaren. We konden goed bij elkaar terecht. Ik vond het ook een moris dat je in de overdracht ook goed kennis maakt even met je voorgangers. En dat is eigenlijk tot op het laatste heel plezierig met beide gebleven. Ja. Nou goed, u bent 12 jaar burgemeester, 11 jaar Kuik en laatste jaar als waarnemend burgemeester van Land van Kuik. Er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd. Ik wilde toch een paar dingen uitlichten. U was nog geen 6 maanden burgemeester en toen kregen we het verschrikkelijke bootongeluk hier op de Maas. Hoe heeft u dat ervaren eigenlijk en hoe gaat u daarmee om? Want u heeft natuurlijk in uw vorige functie ook veel met veiligheid en dat soort dingen gewerkt. Dus was het een appeltje-eitje of was het van, er komt heel veel op me af nu? Nou, het is een beetje een combinatie van beide. Dus die ervaring heeft geholpen om te snappen wat er gebeurt, wat er dan op een gemeente afkomt. Inderdaad in Rotterdam een tal van dingen meegemaakt, maar nooit natuurlijk in de eindverantwoordelijke rol van burgemeester. Ik kan me goed herinneren, dat was een ontzettend hectische dag. Het was een treurige dag en voor de familie intensief, maar het was ook een dag waarin alle pers zo'n beetje in Kuik verzameld was. En hier door deze kamer liepen gewoon leidingen voor live verbindingen met de raadzaal. Dus het was voor iedereen iets heel bijzonders. En ik kan me één tip heel goed herinneren, die was van collega Rombout al jaren daarvoor. Die zei, in zo'n hectiek moet je vlak voordat zo'n persconferentie begint iedereen de kamer uitsturen en even 5 minuten naar het plafond staren. Dat je even echt bij je eigen gevoel terechtkomt. Dat heb ik gedaan en dat heeft me ook geholpen, moet ik zeggen. Dus ervaring telt, maar tips moet je ook ter harte nemen. Maar goed, die tips kon je eigenlijk helaas een jaar later opnieuw gebruiken. Want toen kregen we de verschrikkelijke brand in de wijk Padbroek. Waar een moeder met twee kinderen, jonge dochters, omkwamen. Ja, Anita en dingen. Maar dat was een behoorlijke impact, ook in de wijk. Heeft u daar dan zeg maar voordelen uitgehaald? Een beetje een rare woordstelling, maar voordat het gaat met dat bootongeluk van dat had ik toen gedaan, maar kan ik beter nu zo doen? Nou, ik denk dat het zo werkt in je leven dat vaak onbewust gebeurt. Hè? Dus die ervaring neem je mee en dat wordt onderdeel van je toekomstig handelen. Daar kan ik niet een heel bewust voorbeeld van noemen. Nee, je voelde aan alles meteen dat dit een enorm heftige impact had. Het was niet alleen een afschuwelijke brand. Het was ook een misdrijf. Hè? Dus het was al heel gauw duidelijk dat het aangestoken was. Familie in beeld. Sterker nog, een oom van de meiden was een van de brandweermensen. Ja, dan komt het heel erg dicht bij de mensen, bij de samenleving en dus ook bij de burgemeester. Maar wat is uw taak dan vooral in zoiets specifieks, naar de familie toe of naar de wijk toe? Ja, dat is moeilijk te benoemen. Je weet het eigenlijk pas als je het niet gedaan hebt, hè, wat er dan gemist is. Maar dat is er zijn. En dat klinkt heel vaag, maar dat is wel hartstikke belangrijk. Dat was het voor de brandweer bijvoorbeeld. Dat die zien, ik ben toen ook meegeweest naar de debriefing. Maar ook voor de buren, die natuurlijk ongelooflijk geschrokken waren. Dus die ook een mengeling van emoties hebben van de heftigheid, ook spanning voor hun eigen woning, maar ook het intense verdriet van drie buren hebben moeten zien gaan. Hè. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Je handelt dan primair als mens hoor, dat is denk ik wat je doet. Ja, en dan eigenlijk de allerlaatste, ja, waar eigenlijk heel Nederland werd daar natuurlijk doorgetroffen, maar vooral Kuik, want ja, ook hier kwam een gezin om. En sterker nog, met MH17 kwamen zelfs twee collega's van u om. Dat moet helemaal een rollercoaster zijn, want opnieuw komt de hele pers erop af. Het was donderdagavond, de derde dag van de Vierdaagse. De volgende dag hadden we hier de intocht. Ja. Hoe gaan we ermee om? Ik denk dat dat nog lastiger is, omdat het ook heel dicht bij u was. Ja. Ja, dat is zeker. En dat was natuurlijk een ramp die niet van Kuik was. Hè. Die was van heel Nederland.
Maar we waren hier wel heel hard getroffen en dat wisten we ook al vrij snel. Dat wisten we donderdagavond. Dus twee medewerkers hier met hun kinderen. Dat is natuurlijk een intens triest verhaal. En we zaten natuurlijk gewoon in die vierdaagse, waar alle voorbereidingen voor liepen, waarvan afstemming nodig is met de andere gemeentes. Hoe gedraag je? Wat doe je? Wij zijn meteen donderdag, hebben daar meteen donderdagavond al onze eigen keuzes in gemaakt. En wij hebben toen de lijn gekozen. En die later is de lijn vanuit Nijmegen, maar dat was pas de volgende dag gecommuniceerd. Maar wij hebben toen vastgehouden aan onze eigen lijn en die is de vierdaagse. Die trein gaat door. Dat moet je ook die wandelaars niet afnemen. Dat dient ook geen doel. Maar er gaat wel wat feestelijkheid vanaf. En wij kozen ook voor symboliek. Dus ik heb dat toen niet staan klappen, de Amstketen niet gedragen. We hebben borden aangebracht toen met van, nou ja, dit is er gebeurd. En wandelaars zitten in hun eigen bubbel. Sommigen zagen toen pas voor het eerst wat er gebeurd was. Die lazen die borden, waren diep onder de indruk. Op die borden stond dus de MH17 en heeft ook Kuik geraakt en een gezin. Met naam en toename. En dat was, we hebben ook momenten van stiltes op de kade gehad. Ja, dat is per saldo denk ik een hele waardige dag geworden, maar best ingewikkeld. Ik geloof dat jij hebt nog een interview afgenomen. Klopt. Waarin ik ook iets van enthousiasme voor de Vierdaagse moest uitschakelen. Maar dat lukt me nu even niet, want Het was ook voor het NOS-journaal inderdaad en voor SBS6 toen. Want is toen, de gemeente, daar maar even op in te blijven. De gemeente Nijmegen koos op dat moment van geen muziek, maar dat die boodschap kwam volgens mij later binnen, want hier hadden jullie geen muziek, op de kade wel. Ja. Dat is ook bewust zo gehouden, denk ik, hè? Ja, kijk, wij hebben donderdag onze besluiten genomen en wij hebben toen, en dat hebben we geprobeerd op donderdagavond ook met de rest van de wereld, zou ik maar zeggen, af te stemmen. Maar de rest van de wereld had natuurlijk, die hadden ook meer tijd. Kijk, bij ons komen ze om 6:30 's ochtends al door Linden, dus wij moesten gewoon echt al meteen weten wat we gingen doen. Dus die oekase kwam eigenlijk te laat. Uit Nijmegen. En we hebben daar toen van gezegd, dan gaan we niet nu hals over kop overal de muziek uitzetten. Ik heb van wandelaars trouwens, daar was mijn vrouw en dochter liepen toen ook mee. Dus een hele treurige intocht is het geworden. Voor wandelaars was dat ook bijna een kwelling, dat overal de muziek uitging, hoor. Want dat is toch wel, dat is letterlijk het ritme waar je op loopt. Ja, maar je loopt erop. En zeker, bij de Via Gladiola. Ja. Ja. Maar goed, dan hebben we er nog eentje. En ga ik u citeren, dat is 6 december 2018, Project X. En ik zie u nog staan hier bij het gemeentehuis. Er is gefeest, er komt gefeest en er wordt strikt gehandhaafd. Dat is ook gebleken, want het was muisstil in Kuik. Veel politie op de been. Twee mensen zijn gearresteerd, niet omdat ze iets wilden, maar die konden zich niet legitimeren. Hoe bereid je daarop voor? Want ik denk dat je toch wel contact hebt gehad met haren in de provincie Groningen. Ja. Ik heb veel gehad aan de evaluatie van Haren. Dus ik heb geen rechtstreeks contact gehad, maar die evaluatie heb ik er echt bijgenomen. Die ben ik. Dit nieuws. Dit is een soort ramp in aantocht met een soort slow motion. En dat is normaal niet. Normaal heb je eerst dat er iets gebeurt en dan moet je handelen. Maar hier wordt het wel iets of wordt het niet iets. Het begon op woensdag. Ja, ja. Nou, en toen hebben we toch echt met elkaar goed naar die scenario's gekeken. Wat kan er, wat moet er? En daarvan was het beeld, als je ook maar een klein beetje de indruk wekt dat het misschien wel een feestje wordt, dan ga je heel veel onheil op je afroepen. Dus vandaar de mantra. En ik ben ook zo min mogelijk eigenlijk in beeld verschenen, want het moest ook niet een soort persoonlijke strijd van wie denkt die burgemeester wel dat die is. Maar dat de mantra volkomen duidelijk is, in Kuik wordt dat niet toegestaan. En dat is gelukkig ook door OM en politie opgepakt. En met veel menskrachten is dat ook ingevuld. Hè? Ik denk dat dat de goede keuze is geweest. En ik denk ook dat het altijd lastig is dat als je iets voorkomen bent, hoe je dan uitlegt dat je er zoveel menskracht voor nodig had. Ja, en hoe is het dan gegaan? Want hoe bereid je daarvoor? Ik bedoel, want op de avond zelf. Nou, hier was het zenuwcentrum, stond hier vol met commandoposten bij de McDonald's, bij de A73, was ook helemaal afgesloten. Ja. Iedereen werd gecontroleerd. Er stond peloton ME klaar, stonden waterkanonnen klaar. Maar ik denk dat je s'avonds al wel heel rustig je hoofd hebt neergelegd van, oef, dat hebben we mooi gedaan. Het is rustig gebleven. En vooral voor de bewoners van Kuik. Ja. Ja, want in de aanloop ben ik ook in Katwijk geweest. Dus dat was denk ik op donderdagavond of zo. En er waren echt hele
intens bezorgde mensen. Van wat gaat hier gebeuren? Worden we hier echt onder de voet gelopen? En daar hebben we samen met de politie gezegd van dit is ons plan. En in principe gaat u de rustigste avond van uw leven meemaken als het allemaal lukt. En dat is gelukkig gelukt. Ja. Maar er zijn ook heel veel mooie dingen in Kuik. Gelukkig, beginnen we daar ook over. Daar beginnen we ook over, natuurlijk. En in het land van Kuik, ja. Ja, maar goed, toen was het nog Kuik, hè. De Elf Kloekentocht, ja, het begon als een klein feestje, wat uit het land positief uitliep tot meer dan 20.000 bezoekers per jaar. Ja, die vierdaagse feesten met 7 dagen lang, het kleine broertje van Nijmegen, met op vrijdag de grote intocht, of doortocht moet ik zeggen, met de pontonbrug. Hoe belangrijk is dat voor de gemeente Kuik? Ja, ontzettend belangrijk. Dat onderschatten we misschien wel eens. Want soms denk je, joh, wat moet je toch een hoop doen voor 1 dag feest. Maar toen de voormalige marsleider wegging, hebben we hem ook een Kuikse stier aangeboden. Vanuit het idee, ja, eigenlijk vierdaagse gemeente zijn, dat draagt bij aan je identiteit. Heel veel mensen kennen Kuik, kennen Graven, maar kennen de plaatsen waar ze doorheen lopen vanwege die vierdaagse. En sommige mensen lopen natuurlijk talloze keren. En dat niet alleen, dat maakt je ook een onderdeel van dit leefgebied. Wij zijn het leefgebied in Brabant, maar lezen de Gelderlander. Nou ja, wij zijn, zeg ik dan voortdurend ook tegen de huidige marsleider, wij zijn de Brabantse kers op die Gelderse vierdaagse taart. En dat zijn we met trots en verven en hopelijk ook nog tot in lengte van jaren. En daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Dus dat is er zo eentje die belangrijk is. Maar de Elf Kroegentocht bijvoorbeeld, maar datzelfde kan ik vertellen over de Daags naar de Tour. Maar de Elf Kroegentocht, als je jongelui, of soms dertigers of veertigers, als ik die spreek, en die hebben in Groningen gestudeerd en je zegt, ik ben burgemeester in Kuik, dus ik Elf Kroegentocht. Dus bijna alle studentensteden doen de Elf Kroegentocht een keer aan. Omdat er overal wel iemand uit deze omgeving studeert. En dat is toch heel bijzonder om je te realiseren. Dan bent u 12 jaar lang burgemeester geweest. Ook van Kuik en natuurlijk ook van Land van Kuik het laatste jaar. Maar die vierdaagse, iedereen en ook alle lopers, ikzelf ook, vind het toch jammer dat alle drie de doorkomstplaatsen hebben er 30 uitgezonderd Kuik. Heb je daar nooit hard voor gemaakt van laat die 30 ook eens een keer op elkaar komen? Ja, nee, dat heb ik in alle eerlijkheid niet. Omdat als je naar de kaart kijkt het ook wel ongelooflijk ingewikkeld is. Want dan moet je gewoon met een bulldozer het dorp gaan verleggen. Hè? Dat is, nee, dus je krijgt die lus niet gemaakt. Ja, we hebben nou een mooie nieuwe fietsbrug. Ja. Maar ja. Dan moet je gaan. Ik vraag me af of je het dan redt. Want doe je dan echt Kuik aan? Hè? Dan wil je ook echt ook door het centrum komen. Ik denk dat je dat ook in afstand niet lukt. Ja, en de fietsbrug, pas op. Komt niet aan die iconische pontonbrug. Nee, maar ze gaan over de pontonbrug terug. Nee, die mag absoluut niet weg. Nee, het is de laatste die ik er iets over zeg. Goed zo. Alsjeblieft. Maar wat is dan uw rol daarin, zeg maar, met heel die voorbereiding? Want volgens mij is het gewoon van, nou, ik heb hier een boek liggen en we pakken het op en we gooien het neer. Want volgens mij kun je daar bijna niks meer in veranderen. Nou ja, uitgezonderd veiligheid. Maar dat zeg je dan, veiligheid. Dus de druk van terreur hebben we natuurlijk gehad. Hè? Wat moet je dan allemaal wel en niet doen? Je kunt het onmogelijk helemaal waterdicht beveiligen. Het afgelopen jaar hebben we natuurlijk de boerenprotesten. In hoeverre rijdt dat elkaar in de wielen? Dus zo is er altijd wat. En er verandert ook altijd wat. Dus er liggen de steden worden onderhouden, onze eigen wegen worden onderhouden. Wat betekent dat en hoe krijg je dat in de timing klaar? Dus de mensen hier zijn er echt hartstikke druk mee. Bestuurlijk hoef ik er inderdaad niet zo heel veel mee. Anders dan me vergewissen dat we er ook dat jaar weer goed voor zijn voorbereid. Nou, vorig jaar hadden wij dus de herindeling. Je bent 11 jaar lang burgemeester van Kuik geweest. Relatief kleine gemeente. En in één keer word je burgemeester van een van de grootste gemeentes qua oppervlakte van Nederland, zowat. Hoe zag je dat verschil? Want het lijkt mij ontzettend moeilijk om dan alles te gaan binden, ook met uw collega's. Want als je dan, zeg maar, vorig jaar de verkiezingen verkeek, daar had ik toch een beetje het idee van Graven, ja, wij willen die gemeente, want we komen op voor Graven, die komt op voor Kuik en die komt op voor Boxmeer. Het lijkt heel moeilijk om die knop om te zetten, jongens, we zijn niet meer Graven, we zijn niet meer, we zijn Land van Kuik.
Voor mij is dat een hele lastige en ingewikkelde proces. Ja, nou ja, dat is het ook. Alleen het is niet in één keer. Dat proces hebben we, voor, is mijn vaststelling na een jaar, dat proces hebben we eigenlijk in die jaren daarvoor al een heel eind doorlopen. Dus juist dat, die langere aanloop en de moeizame dingen die daarin zijn voorgevallen, heeft gemaakt dat we dit jaar, wat achter ons ligt, dus het eerste jaar van het Land van Kuik, eigenlijk heel veel discussies juist achter ons hebben kunnen laten. En echt de blik vooruit hebben kunnen zetten. Zo heb ik het gevoeld het afgelopen jaar. En als ik dan op een kerstbijeenkomst met de medewerkers ben afgelopen december, dan denk ik, en dat geldt ook in de organisatie, we zijn echt één club aan het worden. En dat stemt mij buitengewoon hoopvol. Ja, daarmee zeg ik niet dat het allemaal simpel is geweest. Zeker de aanloop niet en ook het eerste jaar niet. Want je komt van alles tegen, er bestaan geen routines. We moeten het nieuw opnieuw bedenken. We gaan een nieuwe cultuur neerzetten. Daar hebben we met elkaar hard aan gewerkt. En natuurlijk heeft iedereen last en profijt van zijn verleden. Je neemt allemaal een beetje mee wat je gewend was. En daar moeten we natuurlijk ook voor waken. Dat we de dingen blijven doen zoals we gewend zijn. Als we alle discussies van vroeger hier in de Raad nog willen blijven voeren. Ja, dan moeten we iedere dag gaan vergaderen. Daar moeten keuzes in gemaakt worden over waar een raad voor in is, waar het college voor is en wat we mandateren aan de ambtelijke organisatie. Kijk, maar u gaf aan in het begin van uw antwoord van, daar hebben we van tevoren al, zijn we daarmee bezig geweest. Maar goed, de raad wordt pas gekozen na de herindeling. Ja. Hoe ga je daarmee om? Want die mensen komen dus eigenlijk dan zeg maar vers binnen. Ook al hebben ze organisatie in de oude raad. Nee, want kijk eens goed naar de raadsleden. Dan zijn er heel veel, de meeste, verreweg de meeste, nemen die ervaring ook mee. Die ervaring van wel of niet kiezen voor het Land van Kuik. Want die zaten toen al in een van die 5 gemeenteraden. Dus die delen die geschiedenis en die delen ook het gevoel van nu is het zover, nu gaan we ook daar niet meer over zeuren en zetten we echt de knop naar de toekomst en gaan we met elkaar uitvogelen hoe we dat doen. Want ja, je houdt wel nog een beetje vast aan waar je allemaal van wil zijn en waar je allemaal iets van wil vinden en zeggen. Ja. Nou, nogmaals, ik zeg al, het is vandaag uw laatste dag. U stond vanochtend voor de spiegel te scheren en u kijkt naar uzelf, zeg maar, in de spiegel en dan stel je zelf de vraag, Wim, ja, je bent 11 jaar, 12 jaar burgemeester geweest. Wat heb je goed, wat is ja, je pluspunt en wat was je minpunt? Wat heb ik goed gedaan en dat had wel beter gekund? Ja, dat is eigenlijk in zijn eenvoud een ongelooflijk ingewikkelde vraag eigenlijk. Zo is het niet gegaan vanochtend, maar als ik in die spiegel kijk, dan kijk ik vooral met heel veel dankbaarheid terug. Ik heb ongelooflijk veel, en de dag moet nog beginnen, maar ik heb ongelooflijk veel dankbare woorden gehoord de afgelopen weken. Vriendelijk, lief, meelevend, attent. Dan denk ik, nou dan zou ik toch wel iets goed gedaan hebben. Weet je, dus als je vraagt wat zou je anders doen of wat is er helemaal niet goed gegaan, dan kan ik niet iets heel groots aanwijzen. Maar dan kan ik wel 10.000 hele kleine dingen aanwijzen. Weet je, komt terug na een dag en dan denk je, ja, dat gesprek dat had beter gekund. Toen was ik te ongeduldig. Of waarom reageerde ik zo geïrriteerd? Of waarom is het niet gelukt om het helder in een paar zinnen uit te leggen? Weet je, je hebt de vorm van de dag en soms gaan dingen niet goed. Als het mis is gegaan, zit ik wel zo in elkaar dat ik meteen contact opneem en zeg van joh, moeten we het hier niet nog eens over hebben? Of was dat niet iets te scherp? Of hebben we elkaar goed begrepen? Ik hou ervan om de dingen snel en meteen uit te spreken. Is dat ook de reden dat de bevolking van Kuik en de bevolking van Land van Kuik nooit echt boos op u is geweest? Of in die zin van boos, ik bedoel, dat je het eigenlijk nooit gelukkig, nooit bedreigingen of dat soort dingen. Of natuurlijk, er vallen altijd wel een keer harde woorden, maar dat moet kunnen. Maar de discussie bleef altijd op een redelijke, natuurlijke en nette toon, ja. Het idee. Ja, het idee heb ik ook. En gelukkig. En daar prijs ik mezelf ook gelukkig mee. En dan is de moeilijke vraag of dat ook je eigen verdienste is. Alles zeg ik altijd maar is in wisselwerking. Dus nee, dit is niet alleen mijn eigen verdienste. Maar het is wel, het is gelukkig zo gelopen. En daar waar ik er een minder gelukkig gevoel bij heb, wat ik zeg, dan probeer ik dat wel ook uit te spreken. Hoe ziet u de toekomst van het Land van Kuik? Ja, die zie ik met heel veel vertrouwen tegemoet.
Kijk, als je mijn nieuwjaarsspeech hebt gehoord, dan heb ik wel zorgen, maar die gaan eigenlijk veel meer over de staat van onze samenleving in brede zin, hè? En wat er in de wereld allemaal gebeurt en wat dat dus ook met mensen in het Land van Cuijp doet. Want dat gaat niet aan je voorbij, hè? Polarisatie is alom, maar wij hebben hier de goede kaart in handen. We hebben dadelijk echt een goede organisatie staan voor een gebied wat samenhangt. Nogmaals, dat hangt echt samen. Hè? Ik ben nu bij zoveel mensen geweest die 60 jaar getrouwd zijn. Als ik dan de kamer in kijk, dan wonen de kinderen in Wanrooi, in Haps, in Overloon. Heel vaak gewoon in de omgeving komen de echtparen dan ook vaak vandaan. Dit is een logisch samenhangend gebied. Groot, behoeft aandacht, maar het is logisch. En we hebben ruimte. En we hebben ongelooflijk veel enthousiaste mensen die met ziel en zaligheid zich voor die 33 kernen, hè, die 32 dorpen en die ene stad inzetten. En dat is iedere dag weer een feest om te zien. En dat doen ze over 10 jaar nog. Dus ik heb heel veel vertrouwen in het Land van Cuijp. Want vind je het niet jammer dat je kindje gaat verlaten? Want u heeft ontzettend hard voor gemaakt toen voor die reorganisatie, voor die samensmelting. Ja. En dan ga je het schip verlaten, zeg maar. Ja. Nou ja, volgens mij heb ik daar genoeg over gezegd. Ja, dat vind ik heel jammer. Ja. Plannen voor een nieuwe loopbaan? Heb je die al? Wil je die delen? Nee, die heb ik. Ik ga natuurlijk niet stilzitten. Maar ik zou heel graag kunnen delen wat ik ga doen. Maar dat heb ik gewoon nog niet. Dat moet ik, en ik geloof dat ik ook het geduld moet bewaren en opbrengen. Dat kost me ook energie genoeg om daar ook wel de tijd voor te nemen. Om even goed te denken wat goed voor mij, wat goed voor het gezin en voor onze toekomst is. Er liggen wel twee gemeenten zoeken wel een nieuwe burgemeester. Binnenkort de Overburen, ja. En Roermond, waar nu Onderhoes waarnemend burgemeester is. Ja, er zijn er nog veel meer hoor. Ga maar eens googlen. Ja, ik weet het. Ja. Nee, maar Roermond is denk ik, dat is een mooie opstap. Nee, maar ik heb nog geen afscheid, mentaal heb ik nog geen afscheid genomen van het burgemeesterschap. Dus je moet niet raar staan op te kijken als ik ergens ga solliciteren. Heeft u tips of een boodschap voor je opvolger, Marieke? Nou, die heb ik niet. En dat is niet uit luiheid, maar dat is vanuit de overtuiging dat zij echt heel goed weet waar ze aan begint. En een goede burgemeester is. Ik heb als collega's in de regio, werk je samen met elkaar. Ik heb er altijd als een hele plezierige collega ervaren. Dus ik weet ook zeker dat het Land van Cuijp daar een goede burgemeester aan heeft. En ik denk dat zij wat dat betreft geen tips van me nodig heeft. En ze weet dat ze me altijd kan bellen als ze een vraag heeft. Maar de bal is nu eigenlijk rond, hè? Want ik zie voor u ligt hier de hamer van uw vader. En u eindigt zeg maar op het gemeentehuis in Boksmeer, waar hij ook burgemeester was. Ja. Heeft dat nog bepaalde gevoelens bij u losgemaakt? Zeker. Al was het maar, omdat ik er hier bijna op dagelijkse basis ook aan herinnerd word. Ik kom zoveel mensen tegen in het Land van Cuijp die mijn ouders of een van de broers mee op school hebben gezeten of zo, maar die ze nog kennen, daar verhalen over vertellen. En dat is natuurlijk best heel, heel bijzonder na al die tijd. Ja. Nou, tot slot, daar is de camera. Wat is uw laatste boodschap voor de kijkers en inwoners van het Land van Cuijp? Gaat uw gang. Een laatste boodschap klinkt ook wel weer heel dramatisch. Ja, wat ik een mooi begrip heb, ik heb het vaak gebruikt bij de met de nieuwjaarstoespraak. Land van Cuijp, genoten. Blijf jezelf. Het gaat goed in het Land van Cuijp, omdat u zoveel geeft om uw eigen dorp of stad en om uw naasten. En volgens mij zou dat ook de oproep moeten zijn. Zeker in deze tijd van polarisatie, waar je niet aan het komt haast, zeg ik, misschien niet heel origineel, maar wel uit de grond van mijn hart, wees een beetje lief voor elkaar.